Ik ga eventjes met mijn lange nagels die ik echt moet afknippen. Eventjes op dit metaal slaan. Pontian Doosieroy! Heb je weer een helemaal zo'n rel op genomen? Het is geen pot en dit is een fucking fles! Ik kan ook helemaal niks zeker in deze pot vinden. Jongens, ik zit keihard met mijn vuisten voor de borst. Echt keihard. Mijn borsten zijn keihard. En ik heb er vandaag zoveel, maar ook zoveel zin in. En ik hoop dat jullie er ook wel zin in hebben. Weet je, ik zeg het altijd wel van... Ik hoop dat jij dat ook hebt, maar ik wil dat je er echt zoveel zin in hebt. Want ik, jongens, ik heb er echt heel veel zin in. Weet je, ik zeg het heel vaak om gewoon de YouTuber te zijn... Maar nee, ik ben het echt. Ik ben super excited hiervoor. Echt, ik heb deze familie gemist, jongens. Ik weet geen eens wat we in de vorige aflevering hebben gedaan. Zo lang geleden is het. En dat is dus heel erg. En hier, verdrietig. Dit waren jullie in de reacties bij Instagram. Overal hier. Wat de geest van Geta kwijnt weg... Oké, welkom weer bij Elle Mozzarella. Er gebeurt weer van alles. Echt geweldig. Oh, en van Maarten weg. Ik weet niet wat er aan de hand is. Wat staat er nou? De binding van Maarten met de fysieke wereld wordt elke dag zwakker. Om voorkomen dat hij volledig in de vergetel... Oh, er gaat... Oké. Gaat er nog een weg? Oh, nee. Nou ja, oké. Het zal wel. Ik ken Maarten niet. Ik ken ene Greta niet. Het zal me een Greta wezen. Het zal me een borst wezen. Ja, dat vind ik wel leuk. Die vind ik leuk, ja. Hey jongens, jullie zien sowieso dat dit de Ella huishouden is. Want het is 3:00 s'nachts en iedereen zit weer gewoon een soort half uit het neus te vreten. Kijk, dus ik sta ook altijd gewoon om 3:00 s'nachts sta ik gewoon bij de trap gewoon een beetje te lachen. Weet je, ik heb gewoon zo'n fijne dag gehad, denk ik dan. Even lekker lachen bij de balustrade. Wauw. Hier, de geest van Anna Kwijnt is weer weg. Nou, ik weet niet wie zij is, maar ik ga niet haar geest oproepen. Ga dan maar gewoon weg, weet je. Weet je wat jij mag doen? Jij mag eens even je eigen dingetje gaan repareren. Want ik vind het niet leuk dat jij hiernaast slaapt, want dat is hartstikke gevaarlijk, jongeman. Dat pleuriskind kon er natuurlijk weer niet bij, dus ik heb hem even hier geparkeerd. Oké, toppie. Ik zie zojuist dat een soort kerstdiner is neergezet. Vegetarisch kalkoendiner. Het is vegetarisch. Of is het wat er omheen is vegetarisch? Of is de kalkoen ook vegetarisch? Want dat zou amazing zijn. Oké. Hey, ik ga nou... Oh, de geest van Veer. Ja, nou, dan gaat hij toch wel lekker weg, meid. Ophoepelen. Jongens, ik ga eventjes de Sims even wat sneller laten draaien. Dan is het ochtend. Hoe moet ik dit uitleggen? Jullie zien het zo wel. Wanneer Roy niet meer weet hoe de Sims werkt en hoe hij moet YouTuben. Erika Nakamura, ik vind het hartstikke leuk en fijn dat je je handen een keer was met die vieze gore tengels van je. Maar dat je dan ook nog eens even en mijn toilet sloopt. Jongens, wat is dit nou jongens? Het is toch geen zwembad of wat? Pak de duikplanken maar bij hoor. De geest van Pieter Kwijnt, sorry, maar wat is er gebeurd in dat huis van de familie Kwijnt? Zijn ze het kwijt? Oké, nou, dan gaan we maar iemand laten repareren. Die Erika Nakamura is hem gewoon weer gepeerd. Oh, ze staat daar. Oké. Nou, ik dacht al van, dat is niet zo leuk. Nu mag iemand het gaan repareren. En het toilet. Weet je, we moeten op de kleintjes letten, hè. Met ons 1 miljoen simoleons. Dus we gaan natuurlijk zelf repareren. Dat vind ik altijd wel weer spannend, want dan kan je ook dood aangaan. En dan heb ik een soort clickbait-titel. En daar ben ik heel blij mee, ja. Nou. Nee. Oké, wat ligt hier nou weer? Sorry, maar wat is dit, jongens? Wat is dit? Trappen weggooien. Nou, ik weet geen eens wat dat is. Ik ga niet in iemands scheid trappen. Waarom leg je het hier neer? Gast! Je moest het weggooien. Ja, nu kan Erika Nakamura... Oh, en ze brengt de vuilniszak weer naar binnen. Wat is dit nou weer? Erika! Oh, je duwt het daarin. Nou, sorry hoor, maar de kliko zat hier ergens naast. Pleur het daar maar in. Ja, de geest van Wieger. Maak me geen donder uit. Nou, gaan jullie allemaal lekker even hier aan tafel zitten? Ik vind het ook zo leuk dat... Wow! Zagen jullie dat? Ze teleporteerden gewoon van de tafel naar de vuilnisbak.
Dan teleporteer je jezelf dan ook even in de kliko's gehad. Oh ja, jongens, ik was helemaal vergeten dat bedorven mozzarella nu groot is geworden. En dat vind ik heel erg leuk. Maar dat kind moeten we maar eventjes even wat manieren geven. Dus die gaat maar de orbitale pudding even lezen. Want dat is even belangrijk voor in het leven. Dat je de orbitale pudding hebt gelezen. Heb je dat zelf niet gedaan, jongens? Jongens, ik zit weer echt onzin te kramen. En ik hou ervan. Oh, nee. ASMR. ASMR Sims. Ik heb een nieuw idee. Don't snatch my ideas. Ik ken geen eens Engels en geen eens Nederlands. Nou, ze zitten lekker te eten. En ik ga eventjes met mijn lange nagels die ik echt moet afknippen. Eventjes op dit metaal slaan. Wat mensen ook heel snel doen bij ASMR, is van dat smakken. En ik kan er niet heel erg goed tegen. Ik zal even een slokje water nemen. Was dat niet geweldig? I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Ik ga even een sms'je sturen naar Penny Pizza. Want vorige keer, weten jullie het nog? Ze heeft me soort van half gedumpt. Ze heeft niet met me gezoend. Ik weet het allemaal niet meer. Het was echt vreselijk. Ik ga gewoon even een sms sturen naar Penny Pizza. Want ik vind het nog steeds niet kunnen. Kijk, weet je hoe verliefd en beste vrienden we zijn met haar? Like, what the hell, guys? I don't know. Als het goed is, heb ik een sms gestuurd. En als die meid van een Penny Pizza... Meid, ik wil een grap maken over mozzarella op een pizza, maar hij is niet gevallen. Laat maar. Ik weet het niet meer. Hier, zij loopt alleen maar met die vuilniszakken te spelen. Meid, heb je een vuilnisbak fetish? Of wat? Stop hem maar zelf in zo'n zak. Daar word je volgens mij heel erg blij van. Oké. Hey, zullen we hier even... Oh, dat is een cute zakje. Kijk nou! Wat de hel? Wat is dit nou weer, jongens? Zagen jullie dat? Ik weet niet wat daarin zat, maar volgens mij zat er gewoon... Ja, daar zat echt een klein propje papier in. Kijk, wat doet zij steeds, man? Oh mijn god, zij gooit steeds grote zakken weg. Weet je hoeveel plastic dat kost, meid? Ja, Lely, ga maar weg. Ik ken Lely niet. Inderdaad, Ellen, het is een geweldige dag. Laten we uit... Oh, dat klonk wel heel raar. Laten we uitgaan en ervan genieten. Oh ja, en dat moet ik geloven, hè? Zal ik even kiezen om met mensen mee te reizen? Een soort... Ja, dat ik heel de familie even meeneem met Penny Pizza. Dat gaan we doen. We nemen heel de familie, nemen we gezellig mee. Kan dat niet? Clubs. Oh hier, huishouden. We nemen iedereen gezellig mee om met Penny Pizza naar het park te gaan, hè? Want als zij denkt van, nou, ik hoef geen relatie met Penny en Ella. Weet je, dat kan niet. Nou, dan neem ik toch heel mijn familie gezellig mee, hè? Nou, daar zijn we dan. Hey, Penny, hoe vind je dit? Zal ik je nu even op je bek pakken? Oh nee, dat gaan we niet meer doen, hè? Wat is dit trouwens een leuk park, jongens? Waarom heb ik Buddy niet meegenomen? Penny is veranderd in een kat. Of in een hond. Oké. Hey, jongens, weet je wat me heel grappig lijkt? Als bijvoorbeeld deze twee gewoon een relatie krijgen. Lijkt dat zou... Oh, dat kan geen eens. Wanneer Roy weer een soort idee heeft. En dan denkt de Sims wel gewoon weer van... Nee, dat kan gewoon niet, Roy. Je spoort niet. Hier, hij loopt ook weer met een vuilniszak. Dit is echt een vuilniszak. Als jullie een... Ja, als je boven de 18 bent... Kan je een drankspelletje met deze video doen. Ik moet dit niet gaan zeggen eigenlijk. Maar ik zeg het toch wel. Elke keer als ik vuilniszak zeg... Nou, dan moet je drinken. Dat kan ik toch niet in mijn video doen, jongens? Dat kan ik niet zeggen. Echt, alsjeblieft. Boven de 18... onder de 18... Ik zei net boven de 18. Onder de 18 absoluut niet drinken. Ja, appelsap mag. Maar geen alcohol. Hey, leuk jongens. Ik vind het heel erg leuk hier om te zijn. En vooral omdat het ook lekker regent, weet je. Hartstikke fijn. We zijn gezellig met z'n allen aan het kletsen. Zo te horen heeft Penny nog steeds wel zin in mij. Dus ik ga gewoon eventjes liefde... Zal ik er gewoon weer op de bek pakken? Oké, vraag of Sim vrijgezel is. Nou, zal ik dat eerst even doen? Volgens mij hadden we al een relatie en waren we bijna getrouwd. Maar ik zal het nog even vragen, weet je wat? Oh, ik heb een... Oh! Paella vroeg het. Oeps, awkward. Hey, volgens mij heeft Penny de nieuwe vrienden gevonden. Maar volgens mij vinden ze Penny niet leuk. Dus ja, dan moet je toch met mij doen, hè, Penny? Ja. Weet je wat, jongens? Ik ga gewoon aanzoek doen.
in de regen bij deze jongen, die is getuige. Oké, komt hij weer? Komt hij weer? Gaat lukken nu? Ja? Het lukt! Oh mijn god, het lukt nu. Jongens, zijn we getrouwd? Oh mijn god, we zijn getrouwd. Of we zijn verloofd? I don't know. Oh my god. Jongens, we zijn super blij. Oh mijn god. Kijk naar. Nou. Oh ja. Ella heeft zich net verloofd met Penny. Oh, jongens, wat heerlijk dit. Oh, heerlijk. Oh, ik geniet hiervan. Ik vind het ook een leuke setting. Echt iets voor Ella. Om niet vorige keer in een heel romantisch parkje. Mooi zonlicht. Hartstikke mooie plek. Mooie bloemen erbij. Nee hoor, gewoon in de hondenspeelplaats met regen. Het verschil moet er zijn, hè, jongens. Ik hou ervan. Oh, kijk nou, jongens. Dit is de eerste keer dat ik Bedorven helemaal happy zie. Oh, en ze spelen met de oude kinderen. Ik moet ze gewoon op boord verlaten. Ik vind het zo leuk. Het lijkt me wel een heel erg leuk idee als Penny bij ons gaat wonen. Dat we dan in een soort hele mooie luxe villa gaan. Eigenlijk een beetje zoals het vorige huis, maar dan wat mooier. En misschien allemaal gelijkvloers. Dus niet dat we een trap op moeten. Want dan kunnen we iedereen goed in de gaten houden. En dan maken we het echt super mooi. En dan gaan we weer nieuwe meubeltjes downloaden. Gaan we weer een speedbuild video ervan maken. Ik vind dat een goeie. Oké, even kijken. Is Erik en Nakamura nog van de partij of is hij gewoon gepeerd? Ze is er niet. Oh, daar is ze. Oh, kijk jongens. Ja, ik had toch al mist hoor. Die gaat even de computer maken. Want ja, dit kan echt natuurlijk niet. Zo kan je dus echt niet computeren. Dus hij gaat eventjes de computer maken. En hopen dat hij niet doodgaat. Kijk, hij heeft het alweer gewoon gedaan hoor. Nou jongens, dan was dit weer de aflevering voor deze keer met Ella Mozzarella. Er is niet heel veel gebeurd, maar ik wil wel... Nou ja, er is wel wat gebeurd. Ze zijn freaking verloofd. Dus nu kunnen we een bruiloft gaan plannen en misschien een nieuw huis maken. Dus eigenlijk is er heel veel gebeurd in deze aflevering. Maar ik vond het ook wel heel erg leuk om gewoon weer eventjes Animals Arena te spelen natuurlijk. Niet op een zondag. Het is een freaking... Wat is het vandaag? Het is een woensdag. Ja, nou ja, maakt ook niet uit. Ella Mozzarella woensdag, dat klinkt niet. Maar dat komt goed, jongens. Hey, bedankt voor het kijken voor deze video, jongens. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En geef me even een duimpje omhoog op deze video. En als je het niet leuk vond, doe het nog steeds. En hoop ik jullie de volgende keer weer op mijn kanaal met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.